werkzaam op Sagrada Familia. En hij stelt, if we do all our exploring within our heads, we tend to be limited by what we already know. En eigenlijk wil hij hiermee zeggen dat je de ontwerpruimte, de ontwerpspace, kan onderzoeken. En normaal gesproken, als je de traditionele wijze zou gebruiken, zou je misschien beperkt zijn binnen je ontwerpoplossingen. Maar als je parametrisch ontwerp zou toepassen, zou je het hele design space kunnen onderzoeken. En daardoor misschien ook betere ontwerpen kunnen bedenken en een hogere kwaliteit kunnen geven. Dus dat ga ik nu ook aan de hand van waarom we parametrisch ontwerpen aan de hand van een aantal punten aanstippen. Allereerst, waarom we doen parametrisch ontwerpen, is ook om interactief te ontwerpen samen met de architect. Of samen met de klant onderzoeken naar een bepaalde oplossingsrichting. Ten tweede, flexibiliteit. Dus snel aanpassingen doorvoeren bij veranderingen in het ontwerp. Dus bijvoorbeeld als we een toren ontwerpen en de architect wil de kern... afmetingen veranderen, voldoet dit dan constructief nog? Dus daar kun je ook mee spelen en je kan daar ook flexibel in zijn door middel van parametrisch ontwerp. Het volgende puntje is automatiseren. Dus als je alle logica en het algoritme slim bouwt, dan kun je dus ook bijvoorbeeld in dit voorbeeld staalverbindingen gaan automatiseren. En daar kom ik later nog op terug. Nog een belangrijk puntje waarom we doen parametrisch ontwerpen is optimaliseren. Dus er zijn verschillende algoritmes beschikbaar. Vooral in Grasshopper, waar wij veel in werken, zijn er algoritmes waarmee wij kunnen optimaliseren. En niet alleen op één objective, bijvoorbeeld het gewicht van een staalconstructie. Maar we kunnen ook multi-objective optimaliseren. En bijvoorbeeld het zonlicht in een park, geluid, en daar kom ik straks ook nog op terug. Daarnaast is parametrisch ontwerpen ook heel handig bij complexe geometrieën. Dat zie je vaak, of als je parametrisch ontwerpen googelt, zie je complexe geometrieën. Maar het kan dus ook handig zijn voor simpele geometrieën. En als laatste puntje wat ik graag wil aanstippen is dat je ook je data kan opslaan. Dus tijdens je ontwerpproces door middel van parametrische opzet kun je dus ook je data opslaan. En dus het belangrijkste punt eigenlijk waarom we dus parametrisch ontwerpen is het verhogen van de kwaliteit van het ontwerp. Of dat is ons doel. Ja, hoe doen we dit dus? Daarvoor hebben wij over het algemeen een workflow bedacht. Waarbij we aan de linkerkant de input hebben en de kennis. Dus de input kan zijn verschillende parameters. De kennis, multidisciplinaire kennis die wij bij AREP in huis hebben. En vervolgens gaan we dan nadenken over de logica en het algoritme. Wat willen we eigenlijk oplossen? Willen we een constructieve analyse doen? Of willen we een zonnestudie doen? En door middel van de inputs te relateren aan de outputs of de KPIs, dus de Key Performance Indicators, daarmee kunnen we dus gaan evalueren en onderzoeken. En daarnaast, als we dat hebben opgezet, kunnen we dus ook nog een optimalisatieslag inbouwen. Vervolgens kunnen we die data ook weer opslaan. We kunnen alles gaan visualiseren. En uiteindelijk levert dit inzicht in het ontwerp. En ook tevens de output. Dus bijvoorbeeld een gebouw in Revit of een masterstudie of iets dergelijks. En alles wat hier in het midden zit, kunnen we ook automatiseren. Dus als wij een workflow hebben opgezet, kunnen we dat ook weer toepassen op een ander project. Ja, wat bereiken we hier eigenlijk mee met al dat, wachttaal? ik wil eigenlijk aan de hand van een aantal projecten laten zien, van klein naar groot, wat de voordelen zijn van parametrisch ontwerpen. En deze projecten heb ik aan gewerkt in de afgelopen 4 jaar. Dus we gaan beginnen bij klein. Allereerst dus kunstwerken. En het eerste kunstwerk is deze sculptuur. Deze sculptuur hebben wij in 2018 gebouwd en ontworpen voor een community engagement project. Hierbij vonden wij het leuk om een school in Bergen, een Europese school, te benaderen om te laten zien wat wij als ingenieurs kunnen doen en wat wij eigenlijk allemaal doen. En samen met de kinderen een sculptuur ontwerpen. En nou, dit hebben we dus gedaan. We zijn samen met de kinderen gaan kleien, gaan tekenen, gaan schetsen. En uiteindelijk was dit het ontwerp geworden.
waarbij je dus twee handen ziet die een soort van samenhang betekenen. En in het midden zie je een wereldbol, waar alle kinderen dus een pionnetje op die wereldbol konden plaatsen waar ze vandaan konden komen. En dat vonden ze natuurlijk super tof. En hoe hebben we dan parametrische ontwerpen toegepast? We zijn binnen Rhino en Grasshopper zijn we gaan kijken van ja, hoe bouwen we dit? Wat voor constructie maken we? Dus we hebben gekozen voor een wafelstructuur. En vervolgens in Caramba, dus de constructieve analyse binnen Grasshopper, konden we dus ook optimaliseren waar wij die hand wilden ophangen. Om ook niet door die wereldbol te gaan en vervolgens dat we die wereldbol ook nog konden oppakken. En wat het mooie was aan deze workflow was dat we uiteindelijk het ontwerp ook in 3D aan de kinderen konden laten zien. En zelfs konden we de kinderen een virtual reality bril opzetten. Waardoor zij door de ruimte heen konden lopen tijdens het ontwerpproces. Ook konden zien wat ze eigenlijk aan het ontwerpen waren. Dus dat was ook wel tof. Dan het tweede kunstwerk, of eigenlijk een tentoonstellingsruimte. Dit is een project in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De kelder van het Stedelijk Museum. Waar ik in 2016-2017 samen met OMA en ook Rem Koolhaas de tentoonstellingswanden heb ontworpen. Best wel grappig, want collega's van mij die zeiden, ja, Rick die werkt hier net een half jaar. En die zit nu al aan tafel met Rem Koolhaas. Dus dat was wel een leuk begin eigenlijk. Wat we eigenlijk hebben gedaan is de tentoonstellingswanden ontworpen om de kunst aan te hangen. En OMA had er een bepaalde gedachte bij, een soort doolhof, waarbij de gast van het Stedelijk Museum er doorheen kon lopen en elke keer weer een ander blik zag, nieuwe kunst. En dat was de gedachte. Dus uiteindelijk waren er 23 verschillende wandconfiguraties. En die konden wij dus allemaal omvatten met één parametrisch script. Dus ja, hier zie je even een klein voorbeeldje hiervan, hoe je dat kan tweaken. Maar door middel van dat script konden wij dus ook alle geometrieën exporteren naar GSA, waarin wij de berekeningen hebben uitgevoerd. Dus de statische berekeningen, maar ook de dynamische berekeningen. Want het Stedelijk Museum vond het belangrijk om te toetsen wat er zou gebeuren als mensen aan de wand zouden schudden. Want die wand die stond gewoon vrij in de ruimte. Vervolgens hebben we een mock-up gebouwd, testen opgedaan, met een hamer opgeslagen. Tevens met een elektrische rolstoel ingereden om ook te meten wat dat zou doen. Toen zei het Stedelijk eigenlijk dat hij nog niet stijf genoeg was. Dus toen hebben we hem nog stijver gemaakt door schotjes tussen de wanden te plaatsen. En ook vinnen aan het uiteinde van de wanden. En uiteindelijk samen met Rem Koolhaas aan tafel gezeten om de locatie en het aantal schotjes tussen die wanden te optimaliseren. Waarbij we eigenlijk het dynamische gedrag, de vibratie, deden minimaliseren. En uiteindelijk leverde dit een uniek beeld op. Elke wand was uniek. En uiteindelijk dus ook een geslaagde tentoonstellingsruimte in de Stedelijk Base. Wat voor materiaal waren die wanden? De wanden waren van staal. Oké, ja, mooi. Dus toch wel een staal project. Goeie vraag. Misschien wel belangrijk. Nog een laatste kunstwerk is dit kunstwerk Between Light in de Oude Kerk van Amsterdam. Samen met de artiest Children of the Light. Het is een 25 meter lange aluminium koker. Waarin ook een LED-strip geïntegreerd is. En ook alle elektra in verwerkt is. En in die 25 meter lange koker wordt opgepakt in twee punten in het midden. En dat wordt dan weer opgehangen aan een platform wat aan het dak van de Oude Kerk hing. Een van de oudste gebouwen in Amsterdam. Hier zie je de Oude Kerk. En wat de uitdaging was, is om het totale gewicht van de hele installatie zo laag mogelijk te houden. Want zoals je hier ziet, bovenaan op het platform wat we op hadden gehangen, zaten katrollen. Dus daarmee konden we het kunstwerk omhoog en omlaag laten gaan. Dat was de gedachtegang van de artiest. En om die perfecte curve te krijgen die de artiest voor ogen had, hebben we dus ook weer een parametrisch model gemaakt, waarbij we konden kijken wat voor koker of wat voor aluminium profiel moeten we gebruiken, of moeten we een staal profiel gebruiken, wat zijn de afmetingen, kunnen we daar de LED-strips nog in verwerken. En vervolgens, als we een variant hadden bedacht, konden we dit dan weer exporteren en in 3D en in virtual reality aan de klant en aan de artiest laten zien,
om zo tot een ontwerp te komen waar iedereen super happy mee was. Dus dat waren de kunstwerken. Vervolgens de categorie platform. Binnen Arup doen we ook wel best wel werk voor verschillende klanten, waarbij we stalen platforms ontwikkelen voor bagagesystemen of voor pakketjesbanden. En dit soort projecten hebben vaak normale geometrieën. En hiervoor hebben we verschillende tools bedacht. Dus als eerste een tool om in een vroeg stadium van het ontwerp de klant inzichtbaar te maken. Stel ze hebben een bepaalde outline die ze in een gebouw willen toepassen. Daar zetten we dan belasting op. En verder geven we dan nog wat randvoorwaarden aan. En daarmee konden we dus direct inzicht geven aan de klant. Wat dat zou betekenen voor het staalgewicht. Globaal. En vervolgens konden we ook weer die geometrie exporteren in IFC. Om dan vervolgens te delen met de klant. En dat die workflow hebben we op een aantal projecten toegepast. En momenteel passen we deze nog steeds toe. En een ander onderdeel is het automatiseren van de staalverbindingen. Dus hier zie je eigenlijk een animatie die door een geanalyseerd GSA-model gaat. Die we hebben geïmporteerd in Grasshopper. En vervolgens kunnen we al die resultaten rationaliseren. Om de staalbouwer te helpen. En vervolgens een IFC-model te maken die we kunnen inladen. En dus alle krachten die kunnen we dan meegeven aan de elementen, zoals je hier ziet. Dus dat heeft ook enorm geholpen bij verschillende projecten om onze constructies te rapporteren. Dan de volgende categorie, een paviljoen. Vorig jaar werd ik benaderd door een collega van mij in Berlijn. Die was bezig met een paviljoen voor de Dubai Expo 2020. Samen met de architect Christian Keres. En het ontwerp was eigenlijk een box van 24 bij 24 bij 30 meter. En zoals je hier al ziet, de architect had in gedachten om hele slanke kolommen toe te passen. Die eigenlijk het dak zouden dragen. Ja, je kan je al voorstellen dat vrij uitdagend is. Dus in het begin hadden we gedacht om een workflow op te zetten, want de architect die wilde per se dat random patroon van al die kolommen door middel van Speckle, waarbij je dus eigenlijk verschillende software met elkaar kan koppelen, maar je kan ook verschillende computers met elkaar koppelen. Dus wat we hebben opgezet was dat de architect in Rhino een model kon maken, dus daar kon hij zijn random patroon creëren via Speckle. Kon je dat dus naar onze server sturen, dus naar onze scripts, waarbij we dus daar een constructieve analyse voor hebben uitgevoerd. De knik, cross-section optimalisatie. En vervolgens konden we dat allemaal rapporteren in bepaalde kleuren of bepaalde foutmeldingen. En dat konden we dus weer terugsturen naar de architect. En hierdoor kon de architect eigenlijk een soort van interactief gaan ontwerpen zonder dat ze ons nodig hadden. Ja, uiteindelijk zijn we toch wel een beetje in de richting gegaan dat we toch wel wat meer interactief samen zijn gaan ontwerpen. Maar het was wel een toffe gedachte en het bleek ook wel te werken. Maar ja, dat random patroon bleek niet zo efficiënt. Dus toen zijn we gaan kijken van ja, kunnen we niet iets bedenken waardoor we het systeem eigenlijk wat meer rationeel maken. En waardoor we de krachtsafdracht beter naar de fundering kunnen leiden. En daarvoor hadden we dus een script bedacht waarbij we de kolommen op bepaalde punten random met elkaar laten verbinden, waardoor de kniklengte dus verlaagt. En vervolgens nog een subbranch ook weer met elkaar verbinden. En zo konden wij dus een mogelijke alternatieve route bedenken. Ja, dit hebben we dan vervolgens weer geanalyseerd. Door honderden iteraties te draaien. Zoals je ziet, de knikfactor is aardig laag. Maar ja, we zijn daarmee aan de slag gegaan. We zijn daarmee gaan onderzoeken. En wederom konden we dit dus weer presenteren. Omdat we de output van die geometrieën konden opslaan. Vervolgens zie je hier de Enscape engine van Rhino. Waarin we dus in virtual reality
ook konden voordragen aan de architect hoe dat eruit kwam te zien. Dus hoe ziet nou die ruimte eruit? Is het nog wat hij voor ogen had of is het nu toch te rationeel geworden? En zo konden we toch interactief gaan ontwerpen en ook weer tot een tof ontwerp komen. Dat was het paviljoen. Volgende categorie, een ziekenhuis. Dus ik heb een tijdje lang aan het voorlopig ontwerp van een ziekenhuis gewerkt. Samen met UN Studio. Dit was een ontwerp, deels renovatie, deels een nieuw ziekenhuis. En het architectonisch hoogstandje van dit ziekenhuis was het atrium met uitkragende cocons. En verder ook in een tof atriumdak. En in het begin, de architect wist niet precies wat de constructie zou moeten worden voor het atriumdak. Dus daarvoor hebben wij verschillende studies gedaan. En tevens konden we dit ook weer exporteren in 3D om te laten zien aan de klant. En hoe dat dan in zijn werking gaat, dit laat eigenlijk het principe van parametrisch ontwerpen heel goed zien. Je hebt aan de linkerkant verschillende parameters waar je mee kan variëren. Dus de hoogte van het vakwerk, het aantal van het vakwerk. En dan zie je aan de rechterkant ook een indicatie van het staalgewicht. Dus daarmee kun je dus een soort van alternatieven gaan vergelijken. Maar we dachten ook dat het wel tof zou zijn misschien om je dak een soort van curve mee te geven door middel van formfinding. Om zo misschien tot een optimalere constructie te komen. En persoonlijk vond ik de vakwerken ook niet zo tof. Dus ik wilde graag een beetje duwen richting dit soort constructieve oplossingen. Helaas is het project wegens geldproblemen of te weinig geld, voordat ik iets verkeerd zeg, nog niet verder gegaan. Maar hopelijk dat we ooit weer verder kunnen gaan. Maar het was een interessante studie samen met de architect om dit uit te voeren. Dan massastudies. Dus buiten dat ik heel veel aan constructies werk als constructeur, doe ik ook veel massastudies als parametrisch ontwerper. Waarbij we dus niet alleen de constructie in acht nemen, maar ook gaan kijken naar de omgeving, het comfort. En wat hierbij bij dit project, Smakkelaars Park in Utrecht, op het Smakkelaarsveld, vonden we het belangrijk tijdens de competitiefase dat wij het park als mega belangrijk zouden beschouwen. Dus wat wij eigenlijk wilden doen, is de gebouwvolumes zo positioneren dat wij eigenlijk in het park nog zoveel mogelijk zonlicht zouden hebben. Want in Nederland vindt iedereen het fijn als de zon schijnt in het park. En buiten die objective hadden we nog 5 andere objectives die we konden meenemen. Omdat wij ook multidisciplinaire kennis binnen huis hebben, kunnen we ook geluid daarin bouwen. Het zicht op het park, dat kunnen we ook inbouwen. Hoeveel zijdes heeft een appartement, zon op de gevel en daarnaast ook nog een regel van dat we zo min mogelijk of zoveel mogelijk gevels willen die geen blokkades hebben aan de zuidkant. En dit konden we dan in een algoritme plaatsen en door middel van Octopus in Grasshopper, een multi-objective solver, konden wij dit dus gaan optimaliseren. En dat is eigenlijk deze animatie. Dus hier zie je dat we verschillende alternatieven onderzoeken. En vervolgens rechtsboven in de grafiek zie je dat we dit eigenlijk in 5D als het ware. Je ziet verschillende kleuren, je ziet verschillende groottes en je ziet 3 assen. Dus daarmee konden we op 5 verschillende KPI's eigenlijk dit ontwerp gaan optimaliseren. En in de afronding van de competitiefase is dit heel belangrijk geweest en daardoor hebben we destijds de competitie gewonnen en we werken momenteel nog steeds aan dit project. Dan de volgende categorie, torens. Eigenlijk wat ik graag wilde laten zien is mijn eerste project in Grasshopper, de Dutch Windwheel. Is van een tijdje geleden zijn we daarmee begonnen. In 2016 zijn we oriënterende studies gaan doen. Wat voor staalconstructie zouden we moeten hebben of wat voor andere constructie. En daardoor zijn we verschillende geometrieën gaan bekijken. En dit was eigenlijk mijn eerste aanraking met Grasshopper. Dus hierin ben ik gaan experimenteren.
Wat voor constructieve vormen of wat voor vorm van het gebouw. Dus daarmee konden we dus heel snel verschillende alternatieven bekijken. Visueel, maar ook constructief. En door middel van Caramba konden we dus ook leuke studies doen in zo'n vroege fase van het ontwerp. We konden kijken naar, misschien kunnen we iets topologisch optimaliseren, zoals je aan de linkerkant ziet. Als we de windbelasting erop zetten, waar is er materiaal nodig om je belasting af te dragen? In het midden zie je de stress lines. Daar hebben we ook naar gekeken. En aan de rechterkant een mogelijke oplossing in staal. En hiermee konden we dus snel verschillende iteraties doen, wat best wel complex was. Best een complex project. Maar daar heb ik heel veel van geleerd. En daarna heb ik dat kunnen toepassen op veel andere projecten. Dus ik wou het toch even laten zien. Vervolgens de Grace. Twee torens samen met architect Meccano. Voor dit project, voor de hoogste toren, hadden we een bepaald constructief systeem bedacht. Waarbij we eigenlijk, omdat de toren ongeveer 180 meter was, hadden we bedacht door die toren in drieën op te splitsen. Om daar steeds het onderste segment heeft een bepaalde doorsnede, het middelste segment de doorsnede iets gereduceerd. En het bovenste segment nog een gereduceerdere cross-sectie. En dat hadden we onderverdeeld in 1/3, 1/3, 1/3. En wat interessant leek, of wat ons interessant leek, is om te onderzoeken of die 1/3, 1/3, 1/3 knip wel de meest optimale zou zijn voor de richting die we uit wilden. En wat we hiervoor hebben gedaan is een aantal iteraties gedraaid van verschillende opties. En zoals je hier ziet, is dat je eigenlijk kan gaan spelen met de inputs. Maar wat het mooi maakt aan deze methode, is eigenlijk dat je met de outputs kan gaan onderzoeken. Dus door middel van brute force, dus door middel van heel veel iteraties te draaien, kun je in plaats van interactief met de inputs te veranderen, kun je ook gaan kijken van wat als ik mijn output binnen deze ranges wil hebben, wat kan dat betekenen voor mijn ontwerp en wat zien we dan bij de inputs. En uiteindelijk kwamen we erachter, we wilden de Construction Density Index wilden we minimaliseren. Dat is eigenlijk hoeveel constructie er zit op een plattegrond. Dus hoe minder constructie, hoe meer verkoopbaar oppervlak. Dus dat wilden we minimaliseren. We wilden ook bepaalde vervormingen binnen beperken houden. En wat we eigenlijk zagen is door middel van met die output te spelen, konden we zien dat die knip misschien niet helemaal voordelig was op de 20e verdieping, maar misschien wel beter om die wat lager te stoppen. Dus dat was ook een hele interessante studie. Dit is het project waar ik momenteel aan werk. Elements is een toren van 70 meter in Amsterdam. Deze toren is ook gevormd tijdens de competitiefase door te kijken naar zonnestudies, geluid en kijken naar hoe deze toren de omgeving beïnvloedt. Uiteindelijk is deze vorm het geworden en zijn we nu bezig met het ontwerpproces van de constructie. En daarvoor gebruiken we wederom parametrisch ontwerpen. We proberen scripts te maken in Grasshopper waarmee we de constructie opzetten. Vervolgens sturen we de constructie naar GSA om het te analyseren. En de resultaten kunnen we weer terugsturen naar Grasshopper. En deze workflow die gebruiken we best vaak. Waardoor we steeds sneller deze workflow kunnen toepassen. Maar waardoor we ook bijvoorbeeld GSA kan nog niet echt hout doorsnede toetsen doen volgens de eurocode. Dus die zijn we zelf gaan programmeren. En die staan die worden opgeslagen in de cloud. En vanuit Grasshopper kunnen wij die dus aanroepen. Dus als wij een model hebben gemaakt, we laten het analyseren in GSA, we halen de resultaten terug. En vervolgens hebben we die resultaten. En door middel van Arab Compute, zo heet dat dan, kunnen wij een rapportje genereren met vanuit Grasshopper die alle checks heeft gedaan voor de houtdoorsnedes. Dus dat zijn ontwikkelingen waar we nu ook mee bezig zijn. Dan nog wat torens waarvan ik de naam niet kan noemen. Maar toch tof om te laten zien. Eigenlijk deze interface hebben wij gebouwd.
voor een bepaald project. En vervolgens hebben we die kunnen toepassen op verschillende andere projecten. Dus eigenlijk een constructief systeem waarbij we een kern als stabiliteitselement hebben, maar ook een gevelframe. En waarbij we dus konden onderzoeken door middel van aan de linkerkant verschillende parameters te veranderen. Misschien moeten we de kern iets groter maken, misschien moeten we de kern iets kleiner maken. Hoeveel liften moeten erin? Vervolgens kijken naar de afmetingen van de kolommen en de balken. En aan de rechterkant geeft dit ook weer automatisch feedback op de resultaten. Dus we analyseren het en direct krijgen we feedback. En dat maakt ook wel de kracht van het parametrisch ontwerpen. Ja, en dan kun je nog toffe dingen gaan doen, zoals je model projecteren op je bureau. Dit is ook weer mogelijk door middel van Grasshopper. Je kan je model in augmented reality projecteren. Je kan dingen veranderen, je kan parameters veranderen en dan zie je ook wat er gebeurt. Echter hebben we hier nog geen toepassing voor gevonden. Dus als je ooit een leuke toepassing bedenkt, want er zijn verschillende toepassingen. De plugin in Grasshopper voor de geïnteresseerden heet Fologram. En daarmee kun je dit dus bereiken. En er worden dus over de hele wereld wordt het al gebruikt om verschillende elementen aan elkaar te lassen met een augmented reality bril op, zodat je ziet waar je mee bezig bent of bepaalde bakstenen op een patroon neerleggen. Dus dat leek me ook wel tof om te laten zien. En vervolgens nog een project met een bepaalde specifieke workflow die we veel toepassen. Samen met Big Architects, Bjark Ingels. Een toren van 200 meter in Athene. We kregen de input. De vorm was in de vroege fase was die nog best wel variërend. Dus we kregen de vloeren van Big. En vervolgens pasten we daar wat constructieve logica aan toe. En daaruit konden we dan meteen een constructief model genereren. Die linken we dan weer aan GSA, onze rekensoftware. Daarmee kunnen we een statische analyse runnen, maar ook een seismische analyse, wat nodig was voor dit gebied. En vervolgens alle resultaten, die konden we dan rapporteren, visualiseren en terugkoppelen aan de architect. En dat ziet er dan zo uit. Plaatjes van wat de maatgevende belastingcombinatie is. En ook wat de diktes van die kolommen konden zijn. En dat koppelen we dan weer terug aan de architect. Dus dat was ook wel weer een toffe workflow. Dan de laatste categorie. Stadions. In mijn tijd in Madrid heb ik aan twee stadions gewerkt. Helaas mag ik de plaatjes en de namen nog niet vermelden. Maar het leek me wel gaaf om te laten zien welke workflow we hadden toegepast. Dat mocht ik dus wel delen. Want ja, we hebben best wel een complexe stadion ontworpen. Stadion X. En daarvoor hadden we een workflow bedacht waarbij we interactief weer met de architect konden gaan ontwerpen. Dus de architect kwam met een bepaalde vorm van de gevel. En we hadden eigenlijk een draagconstructie bedacht waarbij we 384 verschillende stalen vakwerken nodig hadden. Die waren allemaal anders, dus dat moesten we gaan rationaliseren, gaan groeperen. Dat konden we dan rapporteren en visualiseren. En vervolgens konden we die constructie ook weer genereren in Grasshopper. Dat konden we delen met de façade-ingenieur, die tevens betrokken was. En dat delen we weer met de architect. En zo hebben we een paar iteraties gedraaid. Maar tijdens die iteraties konden wij ook al meteen met Caramba konden wij een analyse doen. Dus we konden de doorsneden bepalen. En vanuit daar konden wij via GeometryGym, een andere plugin die wij veel gebruiken, naar Revit. Dus we konden alle vakwerken documenteren. We konden naar GSA weer wederom om nog wat complexere analyses te doen. Zoals een footfall analyse, waarbij we ook moesten kijken naar de trillingen door het publiek wat daar overheen loopt. Dat konden we allemaal rapporteren. En wat we ook weer in Grasshopper konden doen, omdat we alle data hadden we binnen het Grasshopper script, konden we de details ook gaan groeperen. En vervolgens dat konden we exporteren en analyseren. Dus dat heeft ook wel veel tijd gescheeld. En buiten dat konden we ook visualisaties maken van hoe denken wij eigenlijk deze een deel van het stadion uit te voeren. Dus hier zie je
een betonnen balk van ongeveer 21 meter. En daar hadden we dus best wel wat interactie met radiale balken. Maar ook de staalconstructie waar ik het net over had, die kwam daar ook samen. En door middel van dit allemaal in Grasshopper op te zetten, konden we dit dus mooi animeren en presenteren aan de klant om te laten zien van ja, we weten wel hoe we dit willen gaan bouwen. En dus was ook weer een mooi voorbeeld daarvan. Ik zou zeggen, blijf op de hoogte. Hopelijk mag ik ooit wat meer delen. En dan zou ik dat ook graag doen. Dan een laatste project. Stadion 2. Ook vanuit Madrid aangewerkt. Mooi plaatje. Daarbij weer, eigenlijk zie je weer die workflow terugkomen. Dus we kregen input van de architect. Een bepaald grid, bepaalde referentiecurves die we gebruikten. Daarnaast hadden we bepaalde types voor het façaad en voor het dak. Dus daarbij konden we de geometrie genereren. En vervolgens was het belangrijk hier om alles te rationaliseren. Want alle 30.000 panelen waren allemaal anders. Dus ja, om het wel maakbaar te maken, hebben wij dit gerationaliseerd. En tevens hebben we ook nog een glare optimalisatie gedaan. En dat is eigenlijk als er zonlicht reflecteert op die panelen van de façaad, van de gevel van het stadion. Ja, wilden we niemand verblinden op de straat of de omliggende gebouwen. Dus daar konden we dus vanuit Grasshopper ook nog mee spelen om die gevel een betere vorm te geven. En uiteindelijk minder glare problemen. En die output konden we dan visualiseren en delen met de architect. En als laatste wil ik een slide laten zien over Rhino Work in Progress, dus Rhino versie 7, waarbij je dus ook in Revit, ik heb de hele tijd projecten laten zien waarbij we documenteren vanuit Grasshopper, meestal Geometry Jam of Speckle naar Revit, maar ik zie best wel toekomst in het volgende, is waarbij we in Revit ook Rhino kunnen openen en dat heet eigenlijk Rhino Inside en hier zie je snel een fragment van het stadion. En van de façadepanelen, die we hebben gerationaliseerd en geoptimaliseerd. En hiermee kun je dus in Revit, kun je die panelen ook creëren. Dus je hoeft niet meer via een omweg, via Geometry Jam of Speckle of welke weg dan ook. Je kan dus ook direct Grasshopper gebruiken in Revit. Ja, de conclusie. Ja, nogmaals, de workflow die wij gebruiken. Dus eigenlijk, wat wij dus veel doen, is het evalueren en het onderzoeken van verschillende varianten. We proberen dan te kijken naar of we iets kunnen optimaliseren. We proberen dat mooi te visualiseren, zodat de klant en de architect begrijpt wat we aan het doen zijn. En uiteindelijk geven we dus inzicht in het ontwerp. En om nog een quote als eindmateriaal mee te geven van de oprichter van Arup, Ovi Arup. The art is to arrive at a good solution. This is a creative activity involving imagination, intuition and deliberate choice. En eigenlijk wil ik je mee zeggen, met Paramedische ontwerpen kun je heel creatief zijn. Je kunt het op veel projecten toepassen. En ik zie het wel nog steeds als een super medium om te gebruiken op verschillende projecten. Dat was mijn presentatie. Ja. Nou, de vragen kunnen binnenrollen. Ja, heel erg bedankt voor de presentatie. Het was echt een heel compleet verhaal met toffe afbeeldingen die ook goed het verhaal extra kracht toegeven. Ik had zelf al een vraagje, want vorige keer hadden we Michael van Alcaris bij ons. Ja. En hij deed alles met Dynamo. Ja. Jullie doen eigenlijk alles met Grasshopper, dus eigenlijk wel leuk dat jullie elkaar daarin... Ja. En ze vroeg alleen van waarom doen jullie alles met Dynamo? Ja. Toen heeft u daar antwoord op gegeven, maar waarom doen jullie alles met Grasshopper? Ja, ik had deze vraag eigenlijk al een beetje verwacht. Met name omdat wij. We worden heel even opgehouden. Ja, met geluid misschien. Ja? Nou, vroeg tijd om het te
Zijn we daar weer? Hoor je ons? Oké. Okay. Ja? Zal ik de vraag herhalen? Heb je de vraag gehoord? Is de vraag doorgekomen, Jan-Karel? In ieder geval, vorige keer was Michael Vertelgen van Arcadis hier. Ja. En toen heeft hij zijn workflows laten zien met Dynamo. Zij gebruiken dus Dynamo. Toen heb ik hem gevraagd waarom ze die keuze hebben gemaakt. Maar jullie gebruiken dus Grasshopper. Ja. Waarom kiezen jullie Grasshopper? Ja, nou eigenlijk omdat wij binnen Grasshopper hebben wij over de jaren heen dat het eigenlijk sinds dat het bestaat hebben we verschillende tools ontwikkeld. En die tools die zijn wereldwijd inzetbaar. En omdat die tools er al zijn en omdat de Grasshopper community is heel groot. Dus buiten ARP, als jij iets moet weten, dus vast bij Dynamo ook. Dan kun je dat googlen en binnen no time heb je daar een antwoord op. En wij kunnen dus met al die tools die we zelf hebben, maar ook met de tools die worden ontwikkeld door derde partijen, zoals Caramba, zoals Geometry Gym. Ja, die kunnen wij gebruiken om die interactie te maken of om berekeningen te maken. En ja, sinds dat wij daarmee bezig zijn, doen wij veel in Grasshopper. Ik zeg niet dat wij niet in Dynamo werken, want wij doen ook dingen in Dynamo. Ik zelf ben niet echt een voorstander of geen fan van Dynamo. Ik gebruik het niet zoveel. Omdat ik zo bekend ben met Grasshopper, kan ik gewoon die weg naar Revit ook maken via Geometry Gym of via Speckle. Ja. Met name dus ook omdat wij al die tools dan hebben en die tools van derden ook gebruiken, is het fijn om in Grasshopper te werken. Ja, en dat is ook wel interessant met dat je nu Grasshopper in Revit kan gebruiken in Rhino Insight. Ja. Want dat was eigenlijk het grote verschil waarom je Dynamo zou gebruiken, omdat je dan nog een soort van parameters kon ontwerpen in Revit. Ja. Nu kan het dus ook met Grasshopper. Ja, dus ik zie ook wel echt toekomst daarin, omdat allereerst al die tools die zijn bedacht, die kun je ook weer gaan gebruiken in Revit. Voor mijn persoonlijke ervaring is dit gewoon heel krachtig. We hebben gewoon heel veel tools en ook van derden die wij gebruiken, die wij dan ook weer kunnen inzetten in Revit. Ja. En ze nemen niet weg dat wij ook in Dynamo werken, maar ik denk zelf Rhino Insight, dat gaat het worden. Ja, dat gaat. Ja, mooi. Ik zie een paar vragen al binnenkomen. De eerste is van Michael. Zijn je iteraties en berekeningen hoofdzakelijk gebaseerd op standaard oplossingen en massa tegen standaard kostenprijs? Of is complexiteit, maakbaarheid en bouwlogistiek, bouwduur, opleveringsdatum ook integraal bekeken zaken? Ik weet niet om welk project het ging, maar ik kan me voorstellen dat dat misschien met Smakkelaars Park te maken had. Voor die massastudies hebben we met name gekeken naar comfort. Dus hoe kunnen wij het grootste comfort voor bijvoorbeeld het park genereren? Dus daar hebben wij niet gekeken naar hoe de bouwvolgorde of de bouwsnelheid of de opleverdatum. Ja. Dat zijn dingen die je natuurlijk ook kan meenemen, maar vanuit de klant was het interessanter om de objectives te onderzoeken die wij hebben samen met de klant en de architect hebben geformuleerd. Ja. Daarop wilden wij het ontwerp baseren. En vervolgens, dan kun je, als je nog andere wensen hebt, dan kunnen we die eraan toevoegen. Ja. Dat is geen probleem. Dus het parametrisch model begint eigenlijk met de vraag van de klant. En daar op basis maak je wat wil de klant? Wil de klant een toren van 180 meter met dit en dit? Welke vorm, wat voor kern, of welke massa, wat vindt de klant belangrijk? Recent heb ik een project in Madrid gedaan, ook met massa's. Dan is die zon in het park misschien heel anders, want daar is het heel warm. Ja. Dus dan wil je misschien die zon juist minimaliseren. Terwijl we hier in Nederland maximaliseren wij eigenlijk het aantal zonuren. Ah, ja. Dat is wel interessant. Ja, grappige vergelijking. Ja. Ik heb hier een vraag van Frank. Optimaliseren gaat nog veel op basis van kilo staal. Dat is eigenlijk nooit de meest economische oplossing. Heeft ARUP daar nog nieuwe ideeën over? Verder vooral waardering wat ARUP doet. Wat zei dat? Dat is een goede opmerking. Natuurlijk ook met jouw onderzoek te maken dat het niet alleen de elementen zijn, maar ook de verbindingen en de bouwbaarheid, al dat soort aspecten. Met name in het vroege ontwerpenfases waar wij dan in zitten vaak,
is het misschien nog niet heel interessant. Het kan wel om die aspecten al mee te nemen. Ik denk dat wij daar wel naartoe moeten, zoals jij ook met jouw verbindingen laat zien. Maar ja, in ons geval vaak kijken we meer naar het globale plaatje. Ja. En inderdaad, optimalisatie van kilo staal, dat hoeft niet altijd het meest optimale te zijn. Daar kunnen we nog altijd aan werken. In ieder geval is wel hetgene waar je het snelste inzicht in hebt. Precies. En daardoor is het heel populair. Precies, en bijvoorbeeld bij die platforms die we hadden, daar kijken we dan, omdat we best wel veel projecten al hebben gedraaid met die klant, dan weten we, kolommen en liggers, dan doen we daar een klein percentage overheen voor verbindingen. Ja. En dan uiteindelijk komen we tot een grove inschatting van kilo per vierkante meter. En daar kunnen we van. Het is gewoon, zij willen weten in een vroege fase van, wat hebben we ongeveer nodig bij deze boundary conditions. Dus dit is je layout. Er loopt ergens nog een kolom van het bestaande gebouw erin, want die platforms zijn meestal binnen een gebouw. Mm-hmm. Dus dan heb je ook een aantal randvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Ja. En vervolgens, proberen wij gewoon een eerste inschatting te geven door middel van, ook engineering judgment qua percentage aan verbindingen mee te nemen. Ja, dat is natuurlijk wel echt een inschatting. Dat is zeker een inschatting, ja. Maar voor zo'n vroege fase en we hoeven niet op de decimale nauwkeurig te zijn. Want dat is in zo'n fase nog niet interessant, Nee. Ik zie nog een andere vraag van Michael. Super interessante presentatie. Heeft de tool om de knopen in staalconstructies te analyseren nog een relatie met het werk van Rayaan? Of zou het eventueel mogelijk zijn? Super goede vraag en bedankt. Ik denk dat het zeker mogelijk is om daar een verbinding te leggen. Dat project hebben wij, ik denk in 2017 of 2018 hebben we die tool toegepast. Mm-hmm. En nu nog steeds, maar destijds hadden we jouw tool nog niet. Ja. Dus ik denk dat daar zeker mogelijkheden liggen. En wij hebben die verbindingskrachten dus gerapporteerd, gedocumenteerd. Allereerst in Excel, maar ook in een rapport zelf, maar ook dus in IFC. Ja. En de klant of de staalbouwer die daarmee aan de slag ging, die haalde dus ook weer de gerationaliseerde krachten uit het model. En ging daarmee ontwerpen, ook met die statica. Ja. Dus ik zie wel dat daar een mogelijke verbinding zit. Ja. Alleen die hebben we nog niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja, dan gaan we daar ons best op voor doen om die wel te maken. Ja. Ik ga verder naar de volgende vraag. Christian Vierman, gaaf presentatie. Een groot voordeel van Grasshopper is dat het met veel software, tussen haakjes Octcat, Revit, Tekla, RFM, SIA, etc. werkt. Waarbij Dynamo voornamelijk gericht is op Revit. Meer een opmerking dan een vraag. Ja, wat ook nog interessant is om daarbij op te merken. Ik heb best wel gepraat over Geometry Gym. Dat wij Geometry Gym gebruiken voor Grasshopper naar GSA of Grasshopper naar Revit. Ja. Dat gebruiken wij dus best wel veel. Maar Geometry Gym kan dus ook linken met andere constructierekensoftware. Dus ook ETABS, SAP, noem maar op. Ik denk bijna elke constructief pakket kan gelinkt worden met Geometry Gym. Want dat komt eruit aan een IFC-bestand? Ze werken volgens mij als middel doen ze via IFC. Okay. Maar per software hebben ze een eigen link gemaakt. Dus ze zijn ook steeds bezig om alles te updaten. Dus je kan je voorstellen wat dat voor werk is. Oh, ja. Elke software brengt elk jaar een nieuwe versie uit. Dus dan moeten ze dat weer upgraden. Okay. Maar daarom is het misschien ook interessant om Speckle te vernoemen. Speckle is eigenlijk de laatste jaren meer populair geworden. Om ook die link te maken. En omdat dan Speckle stuurt eigenlijk naar de cloud. Dus daar staat het opgeslagen en dan kun je als central model kun je bijvoorbeeld een constructief model maken. Mm-hmm. En dan vanuit daar kun je het naar GSA zetten of naar ETABS of naar SIA, ik noem maar wat. Maar dat is wel eigenlijk waar we allemaal naartoe willen. En, zodat er op één plek gewoon een hoofdmodel is. Ja, en nu werken we eigenlijk als één plek is Rhino, wat geen probleem is, want we kunnen ook van Rhino en Grasshopper naar verschillende pakketten toe. Ja.
Maar ik zie daar wel wat meer toekomst in. Ja, ik ook wel. Want wat je ook nu ziet is dat verschillende partijen hun eigen modeltjes maken. Ja. En dat die dan net, dat er bepaalde dingen gewoon net tussen wal en schip vallen. Ja. Omdat dat het niet helemaal matcht. Als we gewoon één model hebben waarop alles is aangehangen, ja, zou dat wel een stuk efficiënter voor efficiëntere projecten kunnen zorgen. Ja. Hier nog een vraag van Heijse Stork. Iets wat ik me vaker afvraag bij dit soort situaties en ook bij mijn eigen scripts. Hoe breed inzetbaar worden de scripts gemaakt? Zijn alle ontwikkelde scripts projectgebonden of worden er ook globalere opzetten gedaan voor detailberekeningen? Bijvoorbeeld de berekening van staalverbindingen. Is dat voor het project of al jullie projecten? Ja, dat is een super goede vraag. Wij proberen natuurlijk de scripts die we maken zo generiek mogelijk te maken dat die toepasbaar zijn op meerdere projecten. Dus voor bijvoorbeeld nogmaals dat voorbeeld van die stalen platforms. Ja, daar maken we echt een tool, een script die inzetbaar is op verschillende projecten. We weten ook wat er in de toekomst gaat komen. Dus we weten dat we het zo moeten bouwen dat we het op meerdere projecten kunnen toepassen. Hetzelfde als die toren. Ja, dat is gewoon een bepaald algoritme of een bepaald script wat we hebben opgezet. Waarbij je de afmetingen van de toren, de hoogte van de toren. En voilà, je hebt al een soort van inschatting van je stabiliteitssysteem. Maar natuurlijk voor een stadionproject. Ik zei bijna de naam. voor een stadionproject. Dat is heel specifiek. Dus daar kun je een script voor bedenken. En het is super handig, super toepasbaar. Maar het is wel alleen voor dat project. Dus we doen het eigenlijk allebei. Ja, ik zie nog een opmerking van Michael. Een nadeel van werken met Rhino Insight lijkt me dat je zowel een licentie moet hebben van Rhino als Revit. Ja. Dat leidt tot dubbele kosten, is dat zo? Ja, dat is een goeie. Ja. Over de specifieke licentievoorwaarden durf ik niks te zeggen. Maar ik weet wel dat voor Rhino nu apart heb je een licentie nodig en voor Revit heb je een licentie nodig. Ja. En wij werken met Rhino en met Revit. Misschien in de toekomst dat ze een of andere deal gaan maken. Wie weet dat als je een Revit licentie koopt, dat je misschien ook voor een goedkoop prijsje je Rhino Insight erbij krijgt. Dat weet ik niet, maar nee. Dat is een goed punt. Ja, zeker een goede opmerking. Ja. Dat is de ware vraag. Ik had eigenlijk zelf nog een vraag. Ja. Denk jij dat parametrisch ontwerpen in de toekomst gemeengoed zal zijn of toch expertise? Wederom een goede vraag. dat is lastig. Ik denk dat het handig is als veel mensen weten wat het kan. Met name ook in het begin merkte ik nog, begin 2016 toen ik bij ARE begon met werken en toen nog niet heel veel mensen binnen ons bedrijf ook, of binnen... Hoe ben jij op dat niveau gekomen? Is dat gewoon compleet tijdens je studententijd? Nee, dus ik ben bij ARE begonnen met een paar meters ontwerpen. Okay. En ja. We hadden een paar specialisten zitten. Dus die wisten Grasshopper al helemaal van binnenste buiten, zeg maar. Dan leer je het van die mensen. Je leerde door projecten. Maar ik denk dat het belangrijk is dat iedereen weet wat je ermee kan doen. En momenteel is het belangrijk dat je, stel je bent senior of je probeert tijdens het project dat ook te verkopen. Ja, dan moet je wel weten wat het kan doen. Dus ik denk niet dat iedereen specialist of expert hoeft te zijn in Grasshopper. Maar in ieder geval wel weet aan welke knoppen je kan draaien. Dus bijvoorbeeld een script kan gebruiken. Ja. En ook weten hoe je het kan verkopen. Dus dat je de tools hebt, dat je weet wat voor kracht het heeft en wat het allemaal kan doen. Ja,